Hallo, ik ben Hittise. We zijn op de Bellamystraat. Er is een stroomstoring en nu ga ik deze vrouw interviewen. Oh, vindt u het erg dat het de stroomstoring is? Ja, ik vind het erg, ja. Moet ik hem net voor mij thuis, bij de Kosterstraat. Ja, is overal, hè. Binnen. Ja. Geen tv, geen telefoon. Vindt u het leuk dat er een stroominguitval is? Stroominguitval, ja, dat is goed. Dan gaan we terug naar de tijd, hè. Denkt u dat de stroomstoring er is? We beginnen pas 2:30. Tot die tijd, ik weet niet hoe laat het is nu. Maar volgens mij een 2,5 uurtje dan. Ik had zo net kaarsen aan, benzinelamp aan. Ik vond het leuk. Ik vond het gezellig. Wat vind je van de stroomstoring? Nee, ik vind het niet leuk. Ik moet nu naar Zouden. En dan, ik weet het niet, ik moet gaan misschien lopen als geen tram rijden zo weet je. Maar het begint wel een beetje te koud te worden. Dus ik moet mijn jas aandoen thuis. Maar het is leuk, het is grappig. Ja. Voor mij kan het meerdere keren gebeuren. No problem. Denkt u dat de oorzaak is? Ja, dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Oké. Weet u de oorzaak van de stroominguitval? De stroomuitval? Nee, dat weet ik niet. Nee. Eén ding wel. Ik wil wel dat Eneco onze schadevergoeding betaalt. Al mijn vissen zijn bederf in mijn ijskast. Oké, dankjewel dat we je mochten interviewen. Je moet niet draaien aan dat ding.